En aan het eind van de dag krijgen we in het hele land te maken met stevige onweersbuien. Het Nederlandse weer is onvoorspelbaar, onberekenbaar en soms ronduit gevaarlijk. Dat gevaar hoort bij het dagelijks leven. Want zo'n 100.000 keer per jaar slaat in ons land ergens de bliksem in. Meestal blijft dat zonder gevolgen. Maar niet altijd. Bliksembeveiliging is een bijzonder vak waar we iedere dag profijt van hebben. De bedrijven in deze sector zorgen ervoor dat het verkeer doorstroomt, dat schepen ongehinderd kunnen varen, dat we energie kunnen opwekken en dat we veilig kunnen spelen, werken en wonen. Je moet jezelf zeg maar een vierkant als een dak, als een huis voorstellen. En dan komt eigenlijk op elke hoek en op elke rand van het dak komt er eigenlijk een stuk metaal, in dit geval dan koper of aluminium, komt er op te liggen. Die wordt verbonden met de grond. Als de bliksem inslaat, dan slaat het in daarop en dan gaat het mooi de grond in. Als er nog een elektrisch object op het dak staat of een schoorsteen of iets, dan kiezen we er ook nog voor om die dan, om daar afstand van te bewaren met een opvanger. Je hebt niet alleen maar montage, maar je hebt ook een stukje elektrotechniek. Daar valt dan bijvoorbeeld de overspanningsbeveiliging valt daar onder. Ik heb elektrotechniek gedaan. Dat komt hier weer heel erg terug bij dit werk. Ik ben overgegaan naar BBL omdat ik het fijn vond om gewoon door te kunnen werken op mijn eigen manier, dus met mijn handen. Het werk op zich heeft heel veel te maken met mechanisch iets aansluiten, maar ook de elektrische kant. En ja, dat viel totaal in mijn plaatje. Een LPS-cursus. Dat is een bliksembeveiligingscursus. Het is heel belangrijk dat jij die krijgt, want dan snap je eigenlijk precies hoe bliksem in elkaar zit. Met die kennis kun jij ook weer bovenop het dak kijken van oh, deze opvanger moet een beetje naar rechts, omdat die anders niet in de beveiligde hoek valt. Of dit stukje van de bliksembeveiliging hoort hier niet te liggen. Je hebt eigenlijk geen opleiding nodig. Je kunt eigenlijk gewoon zo instromen bij de bliksembeveiliging. Ik ben begonnen bij montage. Ik zit nu bij inspectie. Je komt op superhoge daken waar je de gebouwen letterlijk op en neer voelt gaan. Je moet het dak beschermen en je moet de klant beschermen. Bliksembeveiliging beschermt gebouwen tegen brand en tegen storingen die ontstaan door blikseminslag. Zodat wij onbezorgd verder kunnen. Iedere dag opnieuw, weer of geen weer.